gaan weer een filmpje maken voor het winterklaarmaken van ons zwembad. Dus het zwemseizoen loopt stilaan op zijn einde. Dit is de nieuwste installatie zoals we in de meeste gevallen dit jaar hebben geplaatst met UV-licht en APF toevoeging. Dus waar we mee gaan starten is eigenlijk de installatie stilzetten en het mandje van de filter proper maken, van de pomp dus. We zetten de kranen dicht. Dan het mandje kunnen we normaal gezien losschroeven met de hand. Als dat niet lukt, is er ook een sleutel waar het mee kan losschroeven. Losschroeven gebeurt met de sleutel, indien nodig. Vastzetten altijd gewoon met de hand, nooit met de sleutel. Het mandje is in dit geval niet echt vuil, er liggen een paar blaadjes in. Als het vuil er moest zijn, kan je altijd met de tuinslang wat proper spoelen. Plaatsen het terug. Zoals gezegd, deksel erop, dichtschroeven met de hand, nooit met de sleutel. Voilà. Nu gaan we ineens de filter backwashen. Zeswegkraan verzetten naar de stand voor te backwashen. We zetten de pomp op 3 en we zetten één kraan terug open. Om begint aan te zuigen, kunnen we beide andere kranen mee openzetten. Dan gaan we backwashen totdat we het treftertje dat erin zit terug zichtbaar wordt. De trefter begint stilaan terug zichtbaar te worden. We kunnen nu het einde van het seizoen een beetje langer backwashen, maakt niet uit. Het water is terug helder, dus dan gaan we de pomp afzetten, 0 te drukken, dan gaan we de hendel verzetten naar rins, naspoelen, en zetten we de pomp terug op. We zetten de pomp op 3, maar op eender welke snelheid, we komen eerst in de aanzuigmodus. Het water loopt nu terug in de juiste richting, tiental seconden. Pomp terug uit en zetten we de kraan op filteren. Waar gaan we op letten? Dat de hendel zeker hier in het gaatje zit. Waar letten we nog op? Dit staafje durft er al eens uitkomen. En als dat er te ver uit zit, dan gaat de hendel schuin staan. En dan gaat het kunnen gebeuren dat we waterverlies hebben via de riool. Als je merkt dat je bad zakt, als je deze loskoppelt terwijl je aan het filteren bent, dan ga je ook duidelijk merken dat het water langs daar wegloopt. Dus nu gaan we verder, we gaan het terug opzetten. We zitten nu overdag, dus de stand is 2. Je hoort nu de pomp opstarten in de aanzuigmodus, dus het is een hogere snelheid. Die gaat dadelijk terug naar 2 gaan. Het volgende wat we gaan doen is de kranen in positie zetten voor de winter. Dus dat wil zeggen dat er door alle leidingen, behalve die van de warmtepomp, water moet kunnen stromen. Dus we zetten ook de stofzuiger mee open. We zetten de bypass van de warmtepomp open en we sluiten de kranen van de bypass. En dan zelfs gaan we buiten de warmtepomp aflaten, waardoor dat ook die leidingen leeglopen. De bypass van de sondes, die zetten we gedeeltelijk open. Dus een klein beetje dat er ook geen stilstaand water in die leiding zit. Wat we nu gaan doen is de OxyLife instellen. Dus we drukken op OK. Het eerste wat we gaan doen is op hydrolyse OK. En we gaan het niveau van 100 naar 50% zetten. Zodanig dat de cel minder gaat werken, dus moest er iets mislopen, is de kans ook al geringer. Dan gaan we naar onder, metingen, daar hoeven we niets te doen. Bij filtratie drukken we op OK.
We drukken op plus en dan gaan we naar de smart modus. Binnentemperatuur stellen we in op 8 graden, maximum temperatuur op 16 graden. Antivries aan. En dan gaan we de tijdsblokken even nakijken. Als ze juist staan, dan hoeven we daar niks aan te doen. Dus van 9 tot 18 uur, van 18 uur tot 18 uur 5 en van 2 uur tot 3 uur 's nachts. Het enige wat we ook nog gaan doen met de spekpompen is de 3 modussen op langzaam zetten. Elke tijdsblok gaat de pomp toch even opspringen in de aanzuigmodus. Met de DAP-pompen, die springt niet op in de aanzuigmodus, daar zou je de tweede tijdsblok op medium kunnen zetten of op hoge snelheid. Dus dit is een spekpomp. Hier gaan we op laag laten staan. We drukken op OK en dan gaan we zien dat we EA1 hebben veranderd naar SMT1, Smart Modus 1. En dan drukken we op Return en gaan we terug naar het beginscherm. Beginscherm, 13 uur 56. Dus de pomp gaat nu blijven draaien. Zolang dat het water boven de 16 graden is, gaat er niet veel veranderen, want onze tijdsblokken die blijven gewoon bestaan. Het enige, de pomp gaat nu op lage snelheid draaien in plaats van op medium snelheid, waardoor we minder verbruik hebben. Dan moeten we nog één ding doen, dus terug op OK drukken. En dan gaan we naar de hulprelais. Dus in dit geval wordt de UV-lamp en de APF gestuurd door deze hulprelais. APF, drukken we op OK, we gaan naar de status. We drukken op min, zodat die afstaat. En drukken we terug op OK. Met UV gaan we juist hetzelfde doen. Pijltje naar beneden UV, OK. Pijltje naar beneden status, af, OK. En nu is het UV-licht uitgeschakeld. Wat we hier kunnen zien. En ook de APF-pomp gaat niet meer werken en geen product meer in het zwembad pompen. Wat we nu nog gaan doen is automatische afdekking openen. Dan gaan we eventjes kijken hoe het zwembad eruit ziet. Liggen daar veel bladeren in, dan gaan we die er ook eerst uitscheppen. Zit er veel vuil in, kan je nog het bad stofzuigen met de hand. Dan ga je ook natuurlijk terug moeten backwashen. Heb je een robot, dan zwier je de robot erin, zodanig dat we proper vertrekken. En we gaan ook eventjes naar de warmtepomp, want die moeten we nog uitschakelen terwijl het zwembad open gaat. Zijn we hier aangekomen bij de warmtepomp. De warmtepomp is uiteraard gestopt, want we hebben de kranen dichtgezet en de bypass open. Dus we hebben de afdekhoes bij. Wat we nu gaan doen is eerst de onderste koppeling lossen, zodanig dat het water uit de pomp begint te lopen. De bovenste koppeling draai je gewoon een paar toeren los, dan heb je meer lucht. En als de warmtepomp stopt met lopen, dan gaan we de onderste koppeling er terug opzetten. We gaan die niet volledig aandraaien. Maar op deze manier kan je nooit de dichting kwijtraken. Dus beide koppelingen staan los. Nu gaan we de afdekhoes over de pomp plaatsen. De warmtepomp is klaar voor de winter. Dan kunnen we ook in de zekeringskast nog de zekering gaan afzetten. Dus is het zwembad bijna open. De zekeringskast hangt hier mee met de technische installatie. Zekering warmtepomp uit. Dan zit er geen stroom meer op de warmtepomp. Dan gaan we nog eventjes kijken. Bladeren liggen er niet in. We kunnen eventueel
de klant vermelden dat hij nog eventjes zijn robot in het zwembad zwiert. Wat we ook nog gaan doen is een fles, een lege fles, in de skimmer steken. Zodanig moest het heel erg vriezen, dat we zeker geen risico lopen dat die skimmer gaat stuk vriezen. We gaan ook nog eventjes kijken, moesten daar nog veel bladen in liggen, kunnen we die ook nog eventjes eruit halen. Mandje proper maken. Mandje erin, fles erin. Deksel erop. En zo is ook onze skimmer veilig voor de winter. Voilà. Meer is het niet. Nog een paar uurtjes de robot erin. En we zijn klaar voor de winter.